Steven en Anita, hoe is het om weer bij het Nederlands elftal te zijn? Hartstikke leuk natuurlijk, om die jongens weer te zien om hier te zijn natuurlijk. Al die oude bekenden? Ja, je kent ze toch wel al, dus het is wel leuk. Van de Vaart, Snijder, Babel? Ja, oud Ajaxide, dus het is hartstikke leuk om ze weer te zien en het is een eer. Een mooie gelegenheid voor jou, hè? Je hebt tot nu toe 3 keer in het Nederlands elftal gespeeld, daar wil je natuurlijk graag een 4 en 5 keer bij krijgen. Ja, je probeert altijd je best te doen natuurlijk om dat soort wedstrijden te spelen. Maar dit is weer een trainingsstage en 2 wedstrijden. Dus je probeert je best te doen en hoop op minuten. Want 1,5 jaar geleden zat je er heel dichtbij. Hè? Net niet gelukt. Dit is weer een tweede kans. Ja, toch wel. En dat moet je ook afsluiten, omdat het is gebeurd. En we moeten weer verder kijken naar de toekomst. En je best blijven doen en dan zien we het wel eigenlijk. Het is wel een mooi moment om in te stappen, want volgend jaar hebben we het EK. Ja, inderdaad. Maar zover kijk ik nog niet. Ik kijk stap voor stap. Nu ben ik hier. En dan probeer je de beste te doen en ook bij Ajax. Over Ajax gesproken, heb je nog veel nagedacht over de wedstrijd van gisteren? Tuurlijk. Je speelt de wedstrijd weer terug in je hoofd. Wat fout is gegaan en daar moet je van leren natuurlijk. Maar aan de ene kant moet je het ook weer vergeten en kijken naar de volgende wedstrijd. En de positieve dingen proberen eruit te halen en daar uit voortborduren eigenlijk. Was het moeilijk om de knop om te draaien? Nee, het was wel even lastig na de wedstrijd natuurlijk. Dat je zo'n wedstrijd speelt, dan doet het toch wel pijn natuurlijk dat je daar verliest. Maar je moet ook weer naar de toekomst kijken en positief zijn en zo daaruit verder gaan eigenlijk. Helpt het daarbij dat je nu bij het Nederlands elftal bent? Ja, toch wel een beetje. Dat je eventjes weg bent van de club. Een andere omgeving om je heen. Ik denk wel dat het goed is. Precies, hebben de jongens naar Ajax gevraagd, zoals Wesley en Rafael, hoe het kan? Ja, de meesten hebben de wedstrijd gezien. En die zagen ook dat het een hele rare wedstrijd was en dat het niet goed was van ons kant. Wat zeiden ze allemaal? Ik denk dat het beter is dat we het voor onszelf houden. Maar nee, ze vonden zelf ook dat het niet best was. En dat weten we zelf ook. Ze hebben waarschijnlijk ook de Champions League wedstrijd gezien, dus dat contrast viel al op. Ja, dat zeker, maar de laatste wedstrijd was Utrecht en dat blijft bij de mensen ook. En dat was niet goed. Jullie zouden hier eigenlijk met z'n drieën komen. Gregory, jij en Dirk Boerichter heeft last van zijn rug. Hoe is het met hem? Het gaat volgens mij wel goed met hem. Hij is nu met de fysio in hotel. En daar behandelen en om morgen wel op de trainingsveld te staan. Dus kortom, morgen zijn jullie met z'n drieën? Hopelijk wel, ja. Jij maakte trouwens ook een behoorlijke smak op je rug. Ja, inderdaad. Het voelde nog wel stijf aan in de ochtend, maar het gaat wat beter. Nu ben je weer helemaal lenig, lean en mean. Ja, sowieso iets, maar je voelt het nog wel natuurlijk, maar het gaat goed. Je staat er goed bij, alsof je zometeen het volkslied gaat zingen. Dankjewel.